Leuke neufjes. Hier zin in. Shortjes maken. Hè? Met een microfoontje geconnect. Hebben we goed geluid? Nee joh, wij zijn er waar. Kijk, dat moet de zus mee. Hele goeie. Goedemorgen. Wij zijn er wel niet als familievloggers en we zitten lekker aan het ontbijt. Luan gaat even heel kort naar school, is al heel vroeg vrij. En dan uit school gaan we iets leuks doen met z'n allen. Nee, dat wil ik nog verrassen. Dat houden we als een verrassing. En wat? Dat hoor je straks. Ja, dat ik vliegen. Luan gaat zo naar school en neemt de boormachine mee, want waarom dan, Luan? En Lucilla gaat balletten in haar vee-outfit. Eenhoorn. Of eenhoorn. Eenhoorn Lucilla. Kijk, en hier ligt ons. Ze slaapt niet. Zo gezellig met Daryl, dat ze niet slaapt. En hier zijn ons pet. Ik ga nog even met jullie wandelen. Het wordt weer een mooi. Ik ben heel even boterham aan het smeren voor vanmiddag. Voor in de auto, als we Luan ophalen van school, dan gaan we meteen door onze fan verrassen. En het is voor ons een eindje rijden, dus ik neem boterham mee. Ik heb kaas en kipfilet en boterhammenworst. Goed. En wat super leuk is, ik heb Luxie uit dat zitje gehaald wat daarop zit, zeg maar. Ik heb haar nu hier neergezet. Zo zit ze bij me als ik de brood smeer. En ik heb dit er aangehangen. Maar kijk eens hoe leuk, jongens. Ze pakt gewoon zelf al zo'n speeltje vast. Ik heb dit zo er aangehangen. Ja, vind je dat mooi? Kun je dat goed zien nou? En dan gaat ze er een beetje mee spelen. Schattig, hè? Ik sta hier helemaal verbaasd van. Dat is echt weer een mijlpaal, dit. Dat ze echt gericht. Kijk, dat ze er naar kijkt. En dat ze met dat handje heen en weer slaat. Waarschijnlijk dat ze er wel per ongeluk tegen aangaat. Want volgens mij kan ze nog niet gericht haar handjes gebruiken. Maar ze merkt wel dat daar wat hangt. Dat is leuk, hè? Kijk, nou zit ze eraan. Zie je dit? Ja. Waarschijnlijk heeft ze het per ongeluk vastgepakt. Ze kan nog niet echt met haar handje gebruiken, volgens mij. Maar, oh, kijk dan. Goed zo. Ik sta hier echt van te kijken, jongens. Goed zo. Wat is dat? Ja, wat is dat nou? Wat is dat dan? Wat is dat nou? Ja, dat ziet er mooi uit. Dat ziet er mooi uit. Waar ga je heen, Lucilla? Naar ballet. Dan gaan we, mama. 1, 2. Oeh. Heel mooi, hè? Nou, Lucilla gaat weer even lekker balletten. Met mama en de baby. En ik maak wat beeldjes. Maar vanmiddag voor de speciale verrassing gaan we het meeste vloggen. Hé, mami? Gaan we er één keer, hè? 1, 2. Oei. Let's go.
gebeld door de journalist. We waren zaterdag voorpagina nieuws in de Trouw. En we schijnen nu voorpagina nieuws te zijn in de Telegraaf. Dus ik wil gauw even een krantje. Altijd fijn. We werden gisteren heel last minute gebeld door de journalist of we mee wouden helpen aan het artikel in de Telegraaf waarop we varen. En ik zei natuurlijk helpen. En die ligt nu al in de schappen. Eens even zoeken. Telegraaf van vandaag 4 april 2018. Nederland slip dicht, dat klopt. Want op de eerste pagina staan we met ons gezinnetje. Nou, Telegraaf, dankjewel voor dit leuke interview. Hey, Luxie is groot geworden. Hey, Luxie is groot geworden. Ja. Oh nee, het is Lucilla. Wij zijn weer thuis van belet. We gaan nu de tassen pakken. Broodrommeltjes zijn gesmeerd. En we gaan Luan ophalen van school. Hij heeft vandaag een kort dagje. En dan gaan we meteen de auto in door naar... Waar gaan we heen? Hoe heet die plaats? We gaan vandaag naar Vianen toe. Waar we onze fan gaan verrassen. Voor het kinderprogramma Betreden op Eigen Risico. Daar staat ook een filmploeg. En ja, we weten niet precies helemaal wat we daar gaan doen. Maar dat horen we als we daar zijn. Als het goed is, gaan we haar bezoeken thuis. Gaan we aanbellen bij de deur. En weet ze nergens wat van. En is het voor haar één grote verrassing. Dat de Bellinga's wij bij haar aan de deur staan. Dus het lijkt ons een superleuk moment. En we nemen de honden mee. Omdat die ook wel een beetje bij de Bellinga's horen. En dan zijn ze toch een beetje bij ons. Dus Woesel en Pip gaan de auto in. Wij gaan de auto in. Op Luan halen. En dan door naar Vianen. Wij zitten weer in de auto met z'n allen. We hebben net Luan opgehaald van school. Hallo Luan. Hoi. Ze horen ons niet, want ze hebben die koptelefoons op. Ze zijn een filmpje aan het kijken. We zijn hier ook nog ondertussen even aan het lunchen. Broodje en druifjes en wat drinken meegenomen. Luxie die slaapt hier in de Maxi Cozy. Daniel die zit weer aan het stuur. Hier zit Woezeltje. Hallo Woezel. En Pip die zit hier. Hè? Waar zit Pip? Waar is Pip? Pip Pip. Zien we Pip? Ja. Ik weet niet of jullie Pip zagen, maar Pip zit achter bij de kinderen. Zo meteen in Vianen gaan we eerst de cameraploeg van ZEP-TV ontmoeten. En het televisieprogramma is Betreden op Eigen Risico, als ik het goed zeg. En super spannend. We weten zelf nog niet helemaal goed wat de bedoeling is. Alleen van dat we dus de kijker gaan verrassen. Dat we aanbellen en we staan opeens voor de deur. We hebben wel een heel leuke verrassing meegenomen. Kijk, dit is een fotolijstje wat altijd bij ons thuis staat. En daar heb ik wat leuks opgeschreven. En die gaan we dan geven. Wat ben je aan het doen? Oh, daar is Pip. Daar is Pippie. Daar is Pip Pip. Ach, Pipje. En we zijn er over een uurtje. We moesten een uur rijden, denk ik. 100 kilometer. We zijn er bijna. Inmiddels zijn de kinderen wel in slaap gevallen. We zijn alweer een tijdje verder. We hadden ook nog file onderweg. Dus die hebben we proberen te omzeilen. Maar kijk, we zijn er. We hebben hier een kerkje. Het is het centrum van Vianen. Ik weet het niet eens precies waar het allemaal is. Maar het is dus in het centrum van Vianen. En daar gaan we dus die kijker ontmoeten. Of die kijkster. Het is een jongen en een meisje. En hij heeft een wens ingestuurd naar het programma voor haar. Omdat ze heel erg fan zijn van de Bellinga's. Om ons te ontmoeten. Dus het is zeg maar wel heel schattig en heel lief. Dat hij voor haar die wens heeft ingestuurd. Dus het is een stel, toch? Een stelletje? Ja, als het goed is, een vriendje die het voor zijn vriendinnetje die wens heeft ingestuurd naar dit programma. En hier worden we dan zometeen opgehaald door degene van het programma, zeg maar. En dan horen we verder wat we moeten gaan doen. Ja, we weten het zelf ook niet zo goed, jongens. Het is een beetje afzien. Maar wel leuk, wel spannend. Jullie zien zo hoe dit afloopt. We zijn aangekomen op plek van bestemming. We hadden net de programmaleider al even kort hier gesproken in het open raam. Dat we zometeen moeten gaan rijden naar... Ja, de surprise box. En vanuit die surprise box gaan we dan onze fans verrassen. Ja, nou, dat de Bellinga's ik heb de kinderen even wakker gemaakt. Die lagen te slapen. Ja. Maar ik heb ze even verteld wat de bedoeling is. Kijk, kinderen. Ze liggen hier half al wakker. Maar er staat dus een box hier op dat plein. En dat jongetje zit erin en die spreekt zijn wens uit. Dat hij dat graag voor... hij wil voor zijn vriendin Alicia dat we de Bellinga's mogen ontmoeten. En dan rijden wij op dat plein en dan toeteren we. En dan komt hij eruit en dan staan wij daar. Dat was het beetje het idee van ze. Ja. En dan mag hij bij ons in de auto stappen. En dan gaan wij rijden naar zijn vriendin Alicia om haar daar te verrassen. Dat is het plan, jongens. Hey. Moeten we wel een beetje wakker worden. Want ze staan op ons te wachten. Ze zijn super, super benieuwd. Ze weten niet dat wij er zijn. En dan spreken ze een wens uit. Dan zeggen ze, oh, ik wil heel graag de Bellinga's ontmoeten. Samen met mijn vriendin. En dan toeteren wij. En dan komen ze uit een doos, uit een box. En dan staan wij daar opeens. Dat is een grappig idee, hè?
Ja, zullen we dat dan doen? Ik weet niet of jullie het zien, maar daar... Daar staat al een cameraploeg klaar. Die gaat ons zo meteen filmen als we daar dus op komen rijden. Oh, dat was dus heel, heel leuk. Heel spannend eigenlijk wel, maar wel heel leuk. Het moet een heel spontaan iets worden. Die daar aankomt lopen is de programmaleider. En die heeft ons net instructies gegeven. Nou, ze zijn wakker. Ja? Zijn ze wakker? Ja. Ja. We krijgen een teken van de cameraman. Dat waren de televisiemakers. Ja. Die staan daar met hele grote camera's staan ze op ons te wachten. Daar staat de wensbox. Kijk, daar staat de cameraploeg. Nou kloppen ze aan. Gaan we. Hey man, alles goed baas? Heel leuk. Nou, in jouw hoofd dan, Vianen, hè? Kinderen die zitten. Oh, kijk eens, kijk maar in de auto. We hebben iedereen meegenomen voor jullie. Daar is Lila. Hey. En daar is Lucilla. En we hebben ook nog Woezel en Pip voor jullie meegenomen. Kijk. Die wouden ook wel mee. Geef ze maar een pootje. Woezel Pip, geef ze beleefd een pootje. Kijkt jullie altijd. Kom man. Een beetje spannend. En dus voor jouw vriendin Alicia. Ja. Had jij dus in die mooie box ingesproken. Als die Bellinga's hier nou zouden komen. Want we zitten in Vianen. Dat is een mooi startje hier joh. We zijn vriendin verrast. Ja. Gaan wij zijn vriendin verrassen. Dat is leuk. Zullen we je vriendin gaan verrassen? Kom. Nou, we gaan in de auto naar zijn vriendin Alicia. Ja, kom, jij mag voorin zitten bij de cockpit. Zo ja, pas wel hè. Ah, super man. Nou, wil jij rijden? Het is een hele organisatie, maar we hebben er zin in. Kijk, en daar is Barbara. Hallo Barbara. Welkom in de vlog. Was spannend, of niet? Jawel. Hier is de papa van George. Ja. Dus we zijn compleet. En we gaan nu naar jouw vriendin Alicia. Had je verwacht dat we hier zouden staan? Nee. Nee? Ik denk, we komen ze nou opeens vandaan. Dat is al een hele snelle wens. Nog één keer stellen. En we vloggen het ook. Dus je zit nu in de vlog. En je bent op tv. Nou, hè? Oh, en we willen ze in de auto. Nou, dus drie dubbel op, hè? Als dat niet op eigen risico is, dan weten wij het ook niet meer. Nou, we hebben visite in de auto. Hier is de vlogcamera. Maar hier is de televisiecamera. Nou, cool. We gaan mee, cameraman. Tot zo, hoor. Ja, tot zo, Barbara. Hij is te vertrouwen. Ja. Anders staat alles vast, hè? Nou. Dit is jouw moeder. Alicia is mijn vriendin. Nee, hij zit er grapje, maar. Hoe is je vriendin? Leuk, man. Heb je lang verkering dan? 10 maanden. 10 maanden? Jongen. Bijna een feestje als je 1 jaar hebt. En hoe oud ben je nu? 11. Wauw, man. Zo zeg, hè? Dat is wel heel bijzonder, denk ik. Dat zal wel een hele gaaf verrassing zijn. Ja, kijk, dit zijn echte shotjes maken, hè? Ja. Maar dat editen. Vloggen, hè? Ja, Vara gaat vanavond editen als wij weer terugrijden en de kindjes helemaal moe zijn van dit uitje bij jou. Maar dat zie je ook aan de cameraman, die weet precies shotje hier, shotje daar. En dat wordt dan helemaal zo geëdit. Ik vind het wel gezellig, cameraman. Hoe heet je? Ik ben Bart. Nou Bart, welkom bij de Bellinga's in een familiewagon. Ja, dankjewel, hallo. Hey, gewoon tegen die box aan rijden. Kijk, Maxi Goosje er weer in, cameraman eruit. Nou, cameraman. Even uitmaken, uit de doopbrug. Ja, oh, kinderslot. Nou, nu ga ik de cameraman even uitlaten, want we hebben natuurlijk kinderslot. Anders gaat Luxie er natuurlijk uit. Dus de cameraman, kom er maar uit. Kijk, daar is Bart. Nou, bedankt voor een mooie shotje, Bart. Ja, graag gedaan. Top. Na even zoeken en rijden, zijn we dan hier net bij de straat aangekomen. Daar is de cameraman al zijn apparatuur aan het klaarzetten met de geluidsman. Barbara laat Woezel en Pip uit. Dankjewel, Barbara. Gedaan. De rekening komt straks, hè? Ja. Nou, Vara die wordt met een microfoontje geconnect. Gezenderd. Ja, gezenderd. Hé, dan krijgen we nog zo'n microfoontje ook op, George. Ja. Kijk, hier staan ze vol verwachting met een babyzusje. Luxie. Nou, George, ben je er klaar voor? En wat zeggen we dan? Dan gaat George aanbellen en dan zeggen we in één keer met z'n allen. Verrassing, hier in de Bellinga's. Hebben we goed geluid? Goed beeld? Kijk, we kunnen. Ben je ook zenuwachtig? Ja, een klein beetje. Een klein beetje. Nou, George, top. Laat maar zien, waar moeten we heen? Nou, op de tenen lopen. Hoe ben je, George? Josh weet de weg, kijk. Josh weet de weg. Spannend. Spannend, waar moeten we zijn? Ik vind het spannend. Ik vind het echt spannend. Josh, ik vind het spannend. Waar moeten we zijn? Waar is het huis? Oké.
Moeten we nog een kilometer of zo? Op de tenen. Wachten we hier even op volgende instructie. Zie je dat? Stapje voor stapje. Borst van aantellen, dat is echt maar één keer de verrassing. Nou, het moet wel in één keer goed gaan. Dit is de papa mama van Jors. Dit moet goed gaan in één keer. Succes, hè? Dit is de vlog achter het scherm. Hè? Zie je hoe zenuwachtig we hier allemaal zijn. Ben je zenuwachtig? Nou, dit is echt wel heel grappig. Het is echt heel spannend. Jos, de eer is aan u. Allemaal even weg, jongens. Even hier komen. Hoezo, Pip? We zijn er bijna. Zijn we er? Welk nummer is het, Jos? Gaan we. Je bent er wel in raas. Hoi. Hallo topper. Ik was het nu aan het kijken. Ah, ben je de vlogje te kijken? Kijk. 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 We hebben het hele clubje meegenomen hoor, Alicia. Nu al Lucilla. En baby Luxie. En moest dit high five. Hoi. Hoi. Leuk hier in Vianen te zijn. We komen even gezellig bij jou op de thee voorzien. Is de thee al warm? Ik wil nog even kijken. Ja. Dat is grappig. Nou, verrassing. We gaan even lekker thee drinken. Hey, welke vloggers zullen we kijken? Van Pieterwoord. Oh ja, de beste vloggers Pieterwoord vlog was aan het kijken. Ja, die is vandaag al aangekomen. Dus, superleuk. We komen even een kopje thee drinken en meekijken. Maar kom binnen. Heel leuk. We hebben Moes en Pip ook mee. Ja, Moes en Pip en Luxie hebben we mee. We hebben een hele inboedel mee. Hè? Ja, Luan, gezellig. Nee joh, wij zijn er waar. Hè, gewoon de belling gaan ze, Luan. En Stella? Nou, gaan we even een vlogje kijken bij Alicia op de bank van de Bellinga's. Kom, papa gaat ook mee. Kom maar daar eventjes. Dat is gezellig. Wat wonen jullie hier mooi, zeg. Dankjewel. Wauw, nou welkom in de vlog, Alicia. Hey, hoe is dat? Daar is Woezel. En daar is Pip. Nou, die voelen zich gelijk thuis, Alicia. Ja. Kijk, wat moet je zus mee? Ja? Nou, hier zijn de Bellinga's. Ik plof alvast op de bank hoor. In één keer vanuit de televisie zo bij je thuis, hè? Ja, dat was een leuke huisje. Hallo, op de bank gaan ploffen. Ja, dat is heel erg. Kijk, ze naar nu wel. Heb je zo met de handen? Kijk eens even. En ze zal wel weer groot worden. Ja, wat wel. Hier zijn we in de keuken van Alicia. Jij bent de zus van Alicia, hoe heet jij? Wauw, heb je mooie oorbellen in. Oh. Kijk, we hebben een nieuwe oppas. Hier is Alicia. Die nieuwe oppas, Luxie. Leuk, hè? Ja, leuk. Lekker op de bank gaan zitten. Niet naast elkaar. Oké, okay. Nou, we worden even neergezet door de crew. Lekker dichtbij. Gezellig. Nee, ik ga naar Daniel wil van zijn goede kant erop. Nou, kijk, je ziet alweer inderdaad dat Daniel echt typische vlogger is. Die wil al die regies zelf in de handen houden. Maar nu moet je het even uitgeven. Ja. Mooie hoek. Ja, ze pakken wel je morgen op mooie hoek. Ja, nou wordt het ook neergezet. Ik mag gaan zitten. Kijk, ik mag gewoon hier gaan zitten. Ze hebben hier allemaal kleine visjes. Een Pipje. Ja. En hier is Woesje. Kom zo. Kom zo. Ja. Ja. Ik ben nog steeds niet weggekomen. Nee. Oh, lieverd. Waar zijn de visjes nou gebleven? Zijn ze verstopt? Zijn ze verstopt? Oh, Lucella is even de visjes aan het tellen. Er staat een grote camera op en een geluid gebeuren erboven. En dan gaan we op de bank zitten. En dan moet ik weer even gaan zitten. Kom maar, Sil. Ga je allemaal op de bank? Ja, dat wel. Ja, ja. Kijk, hij is er goed mee hoor. Zet hem hier op. Kijk. Zo. Zo. Gezellig, de vlog loopt, de camera loopt. Dus ja. Nou, Alicia, surprise, surprise. Ja. We zijn er bijna. Ja. Wat was het dagje toen je de deur opende? Ja. Ik schrok heel erg. Ik vond het ook wel heel erg leuk. Ja, hey, hoe lang kijk je onze vlogjes elke dag? Ik denk een half jaar. Geef maar een hele dikke knuffel. En even zeggen dankjewel, Jos. Dankjewel. Hebben jullie nou nooit dat je zegt van... Ik heb vandaag echt niks te doen. Wat moeten we nou eigenlijk filmen? Ja. Maar toch zijn vlogjes altijd interessant. Ja, wij weten ochtends ook nooit. Soms heb ik echt wel van, goh, wat gaan we vandaag allemaal beleven? Maar op een of andere manier gebeurt er altijd iets leuks. Of vaste wedstrijd.
Eigenlijk is het probleem dat we vaak te veel filmen. Ja. En dat ik heel lang bezig ben met editen. Dit wordt ook weer een hele lange vlog. Maar ja. Straks in de auto weer haar schilderijtje editen. En, dat zie je dan ook. 10 dagen. Duimpjes omhoog en abonneer op de belletje. Ja. Dankjewel, Lisa, George en family. Doei. Helemaal niet dat wij vandaag zouden komen. Helemaal was ik ook de 12 als ik wil niet even vertellen. Hij gaat niet. Nou, dan ben ik even de tekst verder. Dit is natuurlijk als ik Alicia, maar Josh wist helemaal niet dat hij zou komen. Dus hij zat in die bucketbox. Maar mij vertellen Alicia, want hij zat in Josh in de bucketbox. Goed, Bart, als jij nog wat snijsels of wat dan ook, ga je gewoon. Blijf nog even voor een foto. Ja, ik maak nog een foto. Ja, nee, blijf nog even zitten. Bart, je gaat even instructies geven. Leuk, of niet? Ja, heel erg. Ik ben nu wel gestopt met trillen. Dit is heel erg. Ja. Klein geitje. Dankjewel. Oh, wat leuk. Dankjewel. Alsjeblieft. Dikke knuffel van ons. Kusjes, de bellen. Ze is wel gegroeid, maar ze is wel veel kleiner dan wat ik dacht. Ja? Ja. Ja, dat is nog veel. Hey Leon, dan ga ik jullie op de Chuchu Garden weer zien. Ja. Ja, en allemaal kijken naar de Bellingen, ze zijn echt superleuk. Dankjewel, lieve. En duimpje omhoog. Misschien moet je nog wel doorgaan. Ja. Leuk, jongen. Ik ben benieuwd. Komt-ie. 1, 2, 3. Ja, dat is leuk. Oh, superleuk om dit echt te zien. Ja, vind je het raar? Ja, heel raar. Gemma, die hebben ze zelf gebakken. Fijn om hier, Josje. Ja, voor jou was ook een kortje. Wow. En ik heb hier bekertjes drinken voor jullie. Ik geloof het. Met een rietje, kom maar. Het zag er echt uit als een brood. Ja, maar ik snap dat je denkt, ik kan niet. Ja, raar. We hebben ook wel eens dat we in de supermarkt lopen en dan zeggen de kindjes, kijk mama, lopen de Bellingas uit de iPad. Hij is heerlijk trouwens. Is hij goed? Ja. Dag meneer de regisseur. Dag meneer de regisseur. En we eten nog even de laatste cake op. Nou, Barbara, bedankt voor het babysitten. Lieve Alicia, Josh en familie, bedankt. Dankjewel. Doei. Doeg, Vianne. Tot op de meet and greet. Ja, tot de meet and greet. Goedemiddag, lieve fans. Nou, we vliegen weer terug naar Zwollywood. Hoezo Pip, doe je even een kastje nog op het gastje? Een hele lange rit terug. Oh, wat is dat? Wat krijgen jullie? Een holly. Wat zeggen jullie? Dankjewel. Die lusten ze niet. Die lusten ze niet. Oh, kijk. We trainen weg. Dankjewel, hè. Heel leuk, ja, mama. De unboxing. Ah, kijk. Kijk, hey. Super, dank jullie wel. Bedankt, hè. Doei, doei. Dit was echt een super ervaring, jongens. Het was echt ongelooflijk leuk, want ze was super verrast. Het was echt een lieve schat. Alicia, je bent echt super lief. Nog een kusje van ons. We gaan nu weer lekker naar huis, jongens. Dit televisieprogramma, dit kun je zien op... Ja, hier is het logo. Doeg! Doei! Het is dus Betreden op eigen risico, zo heet het programma. En de uitzending, dit wat we nu hebben gefilmd, dat komt in mei. Op een zaterdag in de uitzending. Precies, de exacte datum weten we nog niet. We zullen het terzijdertijd wel zien of zo. Maar goed, dan weten jullie dat. Ik heb er zin in. En dan ja. Ik bij de knipselhoek. Dan ga ik jullie helpen en naar YouTube kijken. Ja, ja, dat is bij de meet and greet, hè? Ja. Van de Dutch YouTube pairing. Ja, ook ja. Hartstikke leuk. Ja, daar gaat ze ook heen. Dus we gaan Alicia ook weer op de meet and greet zien. Jongens, ik ga met jullie helpen. Ja. Hoe je ook vlogjes moet maken. Ja, leuk, hè? Ja, op de Dutch YouTube gathering is dat. Nou, de hondjes zitten ook weer lekker helemaal uitgeput hier. Luxie ligt hier weer lekker in de Maxi Cozy. En we gaan nu op naar huis. Doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en op het belletje klikken. Tot morgen. Mama,